vanavond. Lara Butler, zij rijdt hier Rubin Al Asad, weer een nakomeling van Rubin Royal. Deze stal-amazone van de familie Bertelsheimer mag hier de afsluitende kuur rijden van vanavond. Daar kwam het paard eigenlijk zo mooi in het ritme van die muziek aanlopen voor die uitgestrekte draf, maar verslikte zich even en sprong een pasje in galop aan. Dat overkomt ze hier eigenlijk nog een keer. Nu niet bij het inzetten van de uitgestrekte draf, maar bij het inzetten van dit drafappiëment. Aan het einde van die serie, van die wisselserie, even een klein hakkeltje. Ik moet wel zeggen dat ik het over het algemeen een heel aansprekend beeld vind, deze kuur. Het paard blijft mooi op lengte in de hals. En heeft een mooi silhouet. Van die tweede pirouette verloor Lara Butler even wat de energie van haar paard, waardoor dat niet helemaal ging zoals gepland. En op die manier
sluipen er toch best een paar foutjes zo in deze kuur. Ook hier wilde hij even niet terug vanuit de galop eraf in. Vooral in de overgangen en schakelingen. Gaat het niet helemaal vloeiend vandaag voor deze Lara Butler en Rubin Al Asad. Einde nog voor van deze kuur, Lara Butler. Ze gaan hier in de baan met Rubin Al Asad.